het verhaal over de kern van Winterswijk en alles wat daaronder schuil gaat. De laatste jaren wordt er nog alles regelmatig archeologisch onderzoek verricht in de kern van Winterswijk, ook daarbuiten, maar in de kern in het bijzonder. Hier een paar voorbeelden van krantenberichten die daarover verschenen zijn. De een wat spectaculairder geformuleerd dan de ander, zal ik maar zeggen. Nou, wat er al bekend was, er wordt al geruime tijd historisch en archeologisch onderzoek gedaan in Winterswijk. De aanwezigheid van een hof van Sint Mauritius, dat is ook niet nieuw. Dat schreef Bernard Stegeman al, schoolhoofd in Winterswijk, in de eerste helft van de 20e eeuw. Nou ja, elke instelling had dus zijn eigen hof die een aantal boerderijen, waar een aantal boerderijen werden beheerd. Vaak in één plaats. Domeinen in de Achterhoek vrij klein waren. Soms hoorden er maar een paar boerderijen bij. Ze waren losjes georganiseerd. Ze lagen geografisch verspreid, dus ze sloten niet op elkaar aan. Het was allemaal verspreid land. Nou, wat was nou die eigenaar? Het Sint Mauritius Stift in Münster. De kerk staat er nog altijd. Het is tegenwoordig een parochiekerk in de stad Münster. Het was een gemeenschap van wereldlijke priesters, kanunniken. Dus die geen gelofte of eed hadden afgelegd. En dan wat mij betreft een van de meest mysterieuze dingen. Waarom had dat Mauritius Stift niks met die kerk te maken, terwijl die kerk wel binnen die eigen gracht stond? Het lag zo dicht op elkaar, er lag één gracht omheen, maar toch waren het twee gescheiden werelden. In de 12e eeuw is er sprake van een hof in Wieneterreswijk. De wijk, de woonplaats van Wieneter, een persoonsnaam, waar 13 boerderijen bij hoorden. Nou, een eeuw later waren het er nog maar 10. Dus we zien al geleidelijk dat een aantal boerderijen door anderen wordt ingepikt, verdwijnt. Dat kan van alles zijn. Het nadeel van dit soort kloosters is vaak dat de bezittingen zo ver weg lagen dat ze weinig toezicht konden houden. En dat je door de tijd steeds weer ziet dat lokaal er allerlei zaken ontvreemd werd. En dat een stift later ging zoeken van ja, maar we hadden toch veel meer boerderijen. Nou, ja. Het dorp groeide uit over die hofgrond en de hof als zodanig hield op te functioneren. De vondst van een middeleeuwse gracht in Winterswijk. Dat schreef Bernard Stegeman al, schoolhoofd in Winterswijk, in de eerste helft van de 20e eeuw. Hij wist ook dat er iets in de buurt van de kerk van Winterswijk, Prope Ecclesiam Winterswijk, had gelegen dat Starkenrode heette. En dat naast Sint Mauritius dus ook Starkenrode, twee fenomenen in de buurt van de kerk. Hij had zelf ook al eens gezien dat er grachten hebben gelegen bij graafwerkzaamheden. Nou, waar heeft die gracht mee te maken? Aangelegd ter verdediging. Als men bepaalde rechten kreeg om een stad te mogen zijn, mocht men ook een gracht aanleggen. Een wal eromheen bouwen, later een muur. Maar Winterswijk was geen stad. Wat doet dan die gracht in het centrum? Is Winterswijk misschien dan toch een stad? Is het een dorp? Is het iets ertussenin? En waar heeft die gracht mee te maken? Nou, Jan Goorhuis en de Vereniging Museum hebben in de afgelopen 40 jaar inmiddels behoorlijk wat archeologisch onderzoek gedaan, waarnemingen gedaan op het moment dat er bouwwerkzaamheden plaatsvonden. Sinds 2001 wordt er professioneel archeologisch onderzoek gedaan door opgeleide archeologen. Hier een lijstje met een aantal plekken waar archeologisch onderzoek gedaan is, vaak in het kader van bouwwerkzaamheden. En al die puzzelstukjes bij elkaar, die beginnen langzaamaan een beeld te vormen van wat we kunnen aantreffen in de kern van Winterswijk. Bossensteeg in 2018, afgelopen jaar een opgraving geweest. Onder andere fundamenten van 3 woonhuizen die haaks op de Bossensteeg stonden. Het waren waarschijnlijk stenen voeten van vakwerkhuizen die daar bovenop stonden. Waarschijnlijk uit de 18e eeuw. Er is ook een grote hoeveelheid verbrande leem aangetroffen. En waarschijnlijk, de kans is groot dat dat resten zijn van de dorpsbrand van 1552. Een grote brand die Winterswijk getroffen heeft. En opnieuw een stukje van de gracht, helemaal achteraan een perceel. We zien hier rechts bij de pijl een dikker pakket, zwarte grond, een profiel doorsneden van de gracht. Kunnen we hier dan niet te maken hebben met een gracht van Starkenrode en een gracht van de Hof? Dus twee grachten die bij die twee fenomenen horen. Het grootste raadsel is, we hebben een aantal stukjes gracht, maar er zijn ook hele grote stukken waar we nog niet in de grond hebben kunnen kijken. Dus ik hoop voor de toekomst, op het moment dat er weer ontwikkelingen plaatsvinden in de kern Winterswijk, dat we de kans krijgen om op een aantal plekken in het dorp nog weer te kijken van, ligt hier nou een gracht? Of misschien komen we wel stukken gracht tegen op plekken waar we hem niet verwacht hadden. Maar wat is nou de plek van het enige gebouw dat er nog staat binnen dit verhaal? De Jacobskerk. Hij ligt binnen de omgrachting van die hof.
Tenminste, dat nemen we aan op basis van die voorlopige reconstructie. Maar die maakte er geen deel van uit. Regelmatig lezen we, vooral in oudere Duitse literatuur, dat er al in de 8e eeuw een kerk in Winterswijk zou zijn geweest. Daarvoor ontbreekt volgens mij elk bewijs. En daar komt bij dat de verering van Jacobus als heilige, die komt eigenlijk pas vanaf de 9e eeuw op gang en pas echt na het jaar 1000 wordt die vrij algemeen. Dus ik ga er zonder tegenbewijs voorlopig vanuit dat we toch te maken hebben met een 11e of 12e eeuwse kerk. Rond de kerk hebben we een kerkhof en een markt. Dat kerkhof was veel meer dan een begraafplaats vanaf de late middeleeuwen. Dat was letterlijk een tuin om de kerk waar van alles gebeurde. Daar werd begraven, maar die huizen die daar rondomheen stonden, daar liep ook geen straat langs. Die kwamen gewoon met de voordeur uit op het kerkhof. Dus het was voor een deel ook publieke ruimte. Had er waarschijnlijk ook mee te maken dat die huizen voortkomen uit oude spiekers van de kerk. Het feit dat in Winterswijk alles in elkaar past en we eigenlijk van alle bronnen iets hebben, ja, dat maakt Winterswijk eigenlijk heel bijzonder en ook heel bruikbaar als onderzoeksonderwerp.